Ik wil het tweede gedeelte ook weer beginnen met een stukje uit de Bijbel en samen bidden. En mijn tweede favoriete Bijbelgedeelte, nou er zijn er zoveel die mooi zijn, maar mijn tweede Bijbeltekst die ook voor mezelf persoonlijk heel erg belangrijk is geweest in mijn leven en die ik ook heel graag, iedere keer als ik op een jongerenavond kom, dan wil ik dat eigenlijk wel weer doorgeven, wil ik hem weer op de playlist zetten. Maar ja, die moet ik niet altijd dezelfde Bijbelteksten neerzetten. Maar deze tekst is zo waardevol, zo mooi. Dat is 1 Johannes. Oh, volgens mij heb je een hele lange staart. Oh, nou niet meer. Ja, dat gebeurt. Zal ik die staart even terughalen? Ook al is het de laatste avond, het blijft gewoon een jijderavond. Hè? De gekste dingen gebeuren er soms. Maar ja, dat is helemaal goed. Hey, ik ga weer gauw terug naar waar ik bijna begonnen was. Het gedeelte uit 1 Johannes. 1 Johannes 1, daar spreekt hij over het wandelen in het licht en over de verzoening die we vinden bij de Heer Jezus. Vers 5, en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Wat is die boodschap? Dat God licht is en dat in hem geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, als wij zeggen dat we een relatie met de Heere God hebben, dat we vrede hebben, dat we in hem geloven, maar we leven op een manier, we wandelen in duisternis die niet overeenkomt met wat God van ons vraagt, dan liegen we, dan heeft ons getuigenis en onze belijdenis helemaal geen waarde. En we doen de waarheid niet. Maar, andere kant, als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, dan hebben we gemeenschap met elkaar, echte verbinding, echte ontmoeting. En het bloed van de Heere Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zo bevrijdend. Niet alleen de kleine zonden waarvan je nog kan geloven dat ze vergeven kunnen worden en dat God ze vergeven wil. Maar dat woordje alle sluit ook de meest smerige, vunzige, ranzige, weerzinwekkende zondes uit jouw leven in. Dat hij daarvoor aan het kruis wilde gaan. En jij jouw zonde en ellende bij hem kwijt mag en dat hij ze graag vergeven en reinigen wil. Lees verder, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, als je zegt, wat jij voor een zware preek hebt, geen idee, maar dat gaat buiten mij om, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden we onszelf, hè? Dan houden we onszelf voor de gek. Dan is de waarheid niet in ons. En dit vind ik zo'n heerlijke bemoedigende tekst. Als wij onze zonde belijden, als we het eerlijk vertellen aan de Heere God. Beleiden is dat je hetzelfde over de zonde zegt als wat God ervan vindt. Als jij zegt van Heere God, het is waar, dat is niet goed. Dat is verschrikkelijk wat ik deed. Als wij onze zonde beleiden, hoe is God dan? Hoe reageert hij? Hij is getrouw en rechtvaardig. Hij doet wat hij belooft. Hij is getrouw en rechtvaardig. Wat doet hij dan? Om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan maken we God tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. En dan nog twee versen uit hoofdstuk 2. Dan zegt, ik denk me dan zo in, zo'n oude man inmiddels, de apostel Johannes. Dan zegt hij, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen. Ja, waarom heb je die hele brief nou eigenlijk geschreven? Wat is de bedoeling van het hele verhaal? Wat is de boodschap? Zoveel prachtige zinnen gehoord, maar waar wil je nou heen? Nou dit, ik schrijf u deze dingen met het doel dat je niet zou zondigen. Dat is de bedoeling. Maar ik ken jullie, ik ken mezelf, we zondigen. Ook als je in de Heer Jezus gelooft, gebeurt het nog. En als iemand gezondigd heeft, gelukkig, als iemand gezondigd heeft, dan is er ook nog een antwoord. We hebben een voorspraak, een advocaat bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. En daarom hebben we een boodschap. Ik sluit helemaal aan bij wat Arjen zei. We hebben een boodschap voor de wereld. Een boodschap van hoop, een boodschap van licht, te midden van de duisternis. En niet alleen een boodschap, ook een boodschap die blijkt in onze daden. We mogen het evangelie delen met woorden, maar soms denk ik wel eens, woord en daad is schitterend, maar misschien moeten we die prachtige woord en daad wel eens een keer omdraaien. Dat we met de daad beginnen en daardoor ruimte creëren om het woord te delen. Goed, ik ga met jullie een gebed uitspreken en dan gaan we gauw weer zingen. Heer God, dank u wel dat u ons hier vanavond bij elkaar bracht, dat we een heerlijke tijd met elkaar al hebben gehad. Indrukwekkende boodschap van Arjen, heerlijke liederen met elkaar gezongen. Ook Joke en alle andere muzikanten die liederen voor ons gezongen hebben, waar we lekker naar konden luisteren en ons hart aan op konden halen. En ook de liederen die we mee konden zingen. Heer, dank u wel voor alles wat u geeft. Heer, we willen bidden in het bijzonder voor al het onrecht wat er in de wereld is. We hebben het
bij jij daar avonden vaak over het onrecht wat we in ons eigen hart tegenkomen. En dat daar hoop voor is en verwachting voor is als we ons vertrouwen op u stellen, dat dan daar vergeving voor is. En dat de gerechtigheid die van u is, dat we door de Heer Jezus vrede met u krijgen en dat we ook rechtvaardig zijn. Maar Heere, dat is de kern van de boodschap, maar dat moet wel concreet gestalte krijgen, dat we ook echt gaan verlangen naar gerechtigheid en recht in de wereld en in de samenleving om ons heen. Heer, dan is zo'n boodschap echt een boodschap waar we onszelf aan kunnen spiegelen, of dat ook in ons leven zo is. Heer, wilt u de boodschap die Arjen bracht en het werk van IGM zegenen, te geven dat we, als we straks hier weggaan, dat we dat mee mogen nemen en dat het een blijvende indruk achter zal laten in ons leven. Dat we niet alleen leven van uw gerechtigheid in de allereerste plaats, maar dat we vervolgens ook die gerechtigheid al meer en meer gaan uitleven. Heren, dat is ons gebed, dat is ons verlangen. In Jezus' naam. Amen. Het leek me mooi om met Reinilde Verbrugge even een paar minuten te spreken, maar ik heb even in de gauwigheid niet gezien. Ah, als jij hierheen komt, dan kan iedereen je zien. Ik krijg je van mij een microfoon. En ik weet niet of je het waardeert, maar het zou wel mooi zijn als je even in de spotlight zou staan. Dan kan iedereen je goed zien. Dus kijk me aan van alsjeblieft, moet dat nou? Ja, nou weet je wat, ik ga gewoon half bij je staan. Dat is heel fijn. Staan we samen in hetzelfde licht. Je bent de vrouw van Reinier. Even tussendoor. Wat heeft hij de afgelopen jaren teruggegeven als hij na zo'n avond terugkwam? Was hij dan wel eens positief? Ja, over de avond wel. Wat zei hij dan? Wat vond hij dan zo mooi? Dat heb ik hem helemaal niet gevraagd, want dan kan ik mooi via jou vragen. Maar, wat heeft hij, als we het aan hem zouden vragen, wat heeft hij gewaardeerd? Wat heb jij gemerkt als zijn vrouw, wat hij mooi gevonden heeft? Het samen zingen voor God en vooral ook de boodschap was vaak heel... hoe zeg je dat, radicaal, vol echt evangelie, zeg maar, waar het om draaide. Het was, vaak was ik er zelf ook, dus was ik er zelf ook gevolgd. Kijk, we kunnen er samen over doorpraten zelfs. Heel goed, mooi. Ja. Wat ik heb gehoord is dat jullie, en jij in bijzonder, best een heftige tijd achter de rug hebben gehad. Kun je daar iets over delen? Ik vind het wel een beetje spannend hoor. Maar... Ja, dat is helemaal niet gek. We hebben inderdaad een hele heftige tijd gehad. Vooral de laatste 2 jaar. En de laatste half jaar gaat het weer heel erg goed. Ik had heel erg last van dwanggedachten. En dan vooral op het geloofsgebied. En dat speelde mijn hele leven al wel. Maar de laatste 2 jaar was dat erg heftig voor ons hele gezin, zeg maar. En op een gegeven moment zagen we gewoon weinig. Ja, hoe zeg je dat? Was niet echt leefbaar meer. Was er voortdurend iemand in het gezin en ik was alleen maar met mezelf bezig. En met mijn gedachten. En dat was gewoon heel heftig. Als je het niet wil, hoef je het niet hoor. Ja. Maar kun je iets over delen van wat maakte die worsteling dan uit? Wat was dan zo moeilijk waar je mee zat? Onderbreek me alsjeblieft, want ik ben een beetje lang van stof. Oh, nou. Nou, probeer maar goed, het is heel lastig om het even in een paar woorden uit te leggen. Maar heel veel dingen waar veel mensen ook uit de reformatorische hoek denk ik wel mee zitten. Van of je het goed doet voor God. Dat ging bij mij gewoon denk ik wel heel ver. Of ik goed had gebeden, of ik überhaupt had gebeden, of ik het wel had beleden. Daar was ik heel erg mee bezig. Ik trok me gewoon voortdurend bijvoorbeeld terug op de wc, alsof ik naar de wc moet. Maar dan kon ik er even bidden en me zo zonde beleiden. Het was niet gewoon geestelijk leven, maar alles was uitvergroot en dwangmatig. Ik herinner me dat ik op de basisschool al het meeste aan me had gezegd dat ik met mijn handen samen, mijn ogen dicht, netjes bleef zitten. Want ik had misschien niet helemaal meegebeden. En ging ik nabidden en dat zagen anderen. Maar ik mocht me daar ook niet voor schamen. Ik bad zogenaamd erg overal, zeg maar. En ik sprak toevallig pas in de kerk nog een oud klasgenoot van een basisschool. En hoe gaat het? Ja, heel goed. En een moeilijke tijd gehad. Ja, ik herinner me van vroeger dat je al best wel serieus was. En ik vond het altijd zo mooi dat je daar zo voor uit durfde te komen. En heel bijzonder dat je zo of dat heel mooi was, weet ik niet. Want, daar had jij een ander gevoel bij. Ja, zij zag me als een heel vroom meisje, maar dat was vooral uiterlijk. Zeg maar. Hoewel, ik weet wel dat van binnen leefde het wel, maar het was niet ik was daar niet gelukkig mee. En je hebt het net al een paar keer gezegd, hè, van dat is nu niet meer zo. Wat is er dan veranderd? En vooral, hoe komt het dan? Dat als je zo lang
zo met het geloof bent omgegaan en er eigenlijk onder gebukt ging. Hoe komt het dan dat je daar nu heel anders in staat? Er is in ieder geval ontzettend veel gebeden. En er leken op dat moment veranderde in ieder geval weinig, of voor mijn gevoel. We hebben van alles geprobeerd. Gesprekken, medicijnen, therapieën, psycholoog, psychotherapeut, psychiater, van alles. En uiteindelijk een bevrijdingspastoraat. En dacht ik, dan moet dat het haast wel zijn. Maar daar leek ook niks te veranderen. Totdat ik door werd gestuurd naar het AMC. En er was een behandeling, DBS, diepe hersenstimulatie. Waarbij ze een batterij plaatsen, even kort gezegd. Een stroomdraadje naar je hersenen. Waar de hersenkern, waar die problemen dan, die gedachten vandaan zouden kunnen komen. En dat zou een beetje elektriciteit geven, wat ik blijkbaar miste. En dat zou iets kunnen helpen of de klachten kunnen verminderen. Waarna zou ik nog wel een intensieve therapie moeten volgen. Het was in ieder geval een heel traject. En dat, toen heb ik die operatie gehad. En is dat batterijtje hier geplaatst onder de huid. En de draadjes naar mijn hoofd. Toen veranderde nog niks, omdat de batterij nog niet aanstond. En 2 weken later is die aangezet. En dat waren, dat wil je niet geloven, toch? Hele heftige periode, ook voor Reinier. En toen, en de kinderen uiteraard. Toen zijn we daarheen gegaan en toen werd die batterij aangezet. En toen, het was een vreselijk ritje, want ik was alleen maar met mezelf bezig. En we moesten nog even Amsterdam Centrum in voordat die afspraak was in het ziekenhuis. En Renier stond aan de ene kant en ik aan de andere kant op de metro te wachten. Want ik had nog geen boer of bad tegen hem gezegd. Want ik moest continu aan het oplossen en aan bidden. En het was gewoon dramatisch. Ik deed niks anders meer. En toen waren we helemaal in het ziekenhuis. Toen ging die aan en toen zei ze, voel je wat? Soms je kunt een spinnetje voelen. Ik voelde niks. En 5 minuten, 10 minuten later, toen werd het rustig in mijn hoofd. En ik moest een beetje lachen. We gingen gezellig kletsen over een paar dingen. Ze vertelden wat de bijwerkingen konden zijn, bla bla. En wij gingen daar weg. En ik voelde me zo, ik weet niet. In ieder geval mijn hoofd was leeg. Ik voelde me heel erg vreemd, maar eigenlijk heel blij. En bidden en danken was voor mij altijd een moeten. Maar op dat moment, toen was het van, ik wil danken. Dus toen hebben we samen gedankt. En de psychotherapeut zei, hij was ook niet christelijk, maar die vond het wel prima. Ik was gewoon, ik ging danken omdat ik het fijn vond. Het was, we hebben samen nog een bakje koffie gedaan in het ziekenhuis. En vreselijke lol gehad. Gelachen wat we in tijden niet gedaan hebben. Ik dacht, dit is voor even. En het is een droom en het gaat over, maar het is nu een half jaar verder en de klachten zijn eigenlijk weg. Geweldig. Ik had nooit verwacht dat God het op deze manier zou doen. Ik had het logischer gevonden als hij op een andere manier deed misschien, of je bevrijdingspastoraat, maar hij heeft dit gebruikt. En het bijzondere is ook wel dat het af en toe nog wel eens even terugkwam, 1 keer in de maand, als ik me wat zwakker voelde, zeg maar. Mm-hmm. En het roept herkenning op. Mooi is dat, hè? Ja. Ik snap het niet, maar het roept herkenning op. Dus die dag daarvoor dacht ik verdraaid. Maar dan kun je het natuurlijk plaatsen en toch ga je er weer mee aan de haal. Zo sterk is het dan toch dat ik dan weer aan het piekeren ging en bidden ging, dwangmatig bidden. En de laatste maanden, ik ben veel ontvankelijker ook voor het woord van God, maar het komt gewoon binnen en ik kan ook gewoon binnen en gewoon praten met God. En dat wil ik eigenlijk zeggen, want het moet hier dus vooral niet om dit verhaal gaan of om die DBS, hoe interessant dat is. Maar wat ik heel bijzonder vind, is dat ik gewoon zo ontzettend blij kan worden nu van Gods liefde. En wat hij, dat hij niet alleen dus je zonde vergeeft, dat is iets heel groots, maar dus ook je ziekte en alles. En ook als je nog midden in de shit zit, om het maar zo te zeggen, dat hij er dan ook is. We hebben een tekst in de kamer hangen uit Nahum. God is goed. Hij is een vesting op de dag van de benauwdheid. En hij hoort zoiets hem die tot hem roepen of zo. Ik voelde dat die 2 jaar dus eigenlijk ik zat zo diep dat ik dat niet meer ervoer dat God eromheen was. En ik heb altijd wel geweten dat hij me hoorde en dat hij me verhoorde wat ze net zongen. Ik wist dat het waar was, maar ik voelde het niet. En ik merkte het ook niet. Er veranderde ook niks. En toch was God om ons heen, weet je. Want menselijk wijs gesproken, je hebt samen zoveel
ja, heftige momenten meegemaakt, ook met de kinderen. Weet je, mijn vriendin zei tegen mij: Renilde, zeg wat tegen dat kind. Je bent hem aan het verschonen, je zegt geen woord. Je doet alleen maar, je bent alleen maar met jezelf bezig. En ik gaf me wel een schone luier, maar verder was ik er niet. En God heeft het gewoon niet half goed gemaakt, maar helemaal. Weet je, die kinderen die mankeren, het lijkt niks. De jongste die heeft mij alleen maar zo meegemaakt. Maar hij is gewoon nog verder als zijn leeftijdsgenootjes, bij wijze van. Ja. En ja, als ik met mensen in het AMC spreek die dezelfde behandeling gehad hebben, ze hebben mij pas uitgenodigd voor zo'n lotsgenotencontact. En die hebben allemaal nog, het is bijvoorbeeld van 80 of van 100% klachten naar 50 of 60%. Of misschien 30%. Of ze hebben hele nare bijwerkingen. Of dat ze zeg maar door die batterij anders zijn nu als daarvoor. Of ze hebben allemaal nog therapeuten. Maar ja, God heeft het gewoon helemaal weggenomen. Mooi. Dus ik wou eigenlijk zeggen, iedereen heeft moeilijke periodes in zijn leven. Maar dat je... Mag je even, ja. als slotvraag, volgens mij ging je het ook al zeggen, maar ik zat nog met één vraag. Van wat heb je door dit alles heen? Wat heb je daardoor van de Heere God gezien? Wat je misschien voor die tijd niet zo mooi helder voor ogen had. Ja, inderdaad. Dat zijn liefde zo groot is. Dus dat al doe jij niks. Dat het gewoon genoeg is wat hij voor je doet. Dat je dan gewoon alles ook aan kan. Ook al verandert het bij jou niet in één keer zoals bij mij. Want er zijn natuurlijk ook mensen die jaloers zijn. Schoonzusje van mij die altijd al ook een beetje dwanggedachten heeft. Bij haar is het niet helemaal weg, maar wel leefbaar. Maar God is in elke situatie om ons heen. Want het is natuurlijk gewoon, wat je net ook gezien hebt, een rotwereld geworden. Het was natuurlijk een mooie wereld, maar het is natuurlijk een vreselijke wereld geworden. Maar God is erbij. En hij hoort ons, ook al heb je het gevoel van niet. Hij hoort ons en verhoort ons misschien pas over 5 jaar, zoals jij dat zou willen. Maar met hem, dan kun je het gewoon aan. Ja. En wat ook nog wel belangrijk is voor mensen met onze achtergrond, dat het niet afhangt of ik goed bid, of ik mijn zonde wel beleden heb. Want we hebben een voorspraak. Zijn liefde is zo groot. Al zou ik niet om vergeving vragen, omdat het voor mij zo moe moeten was. En ik was voor meer mensen. Dan vergeeft hij het nog. Een vader die zorgt voor zijn kind. Hmm. Wat het kind ook doet. Ja. Maar mooi. Dat geeft gewoon vrijheid. Ja. Ja, nou, ik zat aan het woord bevrijding te denken. Ja. En je zegt dat geweldig. Hey, ontzettend bedankt. Renier, jij gaat zo meteen de volgende getuigenis doen. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als je dan even begint met wat jij aan verandering hebt gezien. Als de man van. Misschien kun je daarmee starten en dan zometeen gaan uiteraard 2 liederen zingen. En ik weet al welke 2. En dat zijn heerlijke liederen. Maar ik ga niks zeggen. Dat mag jij doen. Ja. Maar dan mag jij zo meteen de tweede getuigenis doen. En ik zou het mooi vinden als je even kort begint met wat jij hebt gemerkt aan verandering. Marcel vroeg me net om even nog wat te zeggen over de afgelopen periode. En dat wil ik doen. Maar niet om te vertellen hoe moeilijk het was. Of hoe zwaar het was. Maar om te vertellen hoe groot God is. Het was zwaar, klopt. Het was heel zwaar. God heeft ons sterk op de proef gesteld. En dan heb ik heel vaak 's nachts in bed gelegen en gevraagd tot God, waarom gebeurt dit? Waarom grijpt u niet in 1 knip van uw vinger en Renilde is beter? God heeft ervoor gekozen om dat niet te doen, maar op zijn tijd en op zijn manier verandering te brengen. Ik kan jullie niet in woorden uitdrukken hoe vast Renilde zat. Als je ongeveer 13 tot 15 uur per dag bezig bent met gedachten over, doe ik het wel goed? Als ik dit zeg, ja, maar hoort God me? Hoe weet ik nou zeker dat God me helpt? Dat God me hoort als ik hem bid en als ik nou gebeden heb en ik heb eventjes aan iets anders gedacht. Ga maar door. Als je daar ongeveer 13 uur per dag mee bezig bent, dan blijft er weinig tijd meer over voor iets anders. En God heeft echt radicaal door de middelen heen, dat wel, heeft hij in een half uur tijd 99,9% van de klachten weggenomen. En dat is 1 groot wonder. En dat is wat ik jullie mee wil geven. Ik heb mij al die tijd vastgehouden aan Psalm 32, vers 7 en 8. En daar staat: U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en ik leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Mijn oog, Gods oog, is op jou.
toen wij voor de keus stonden, gaan wij een operatie in, een hersenoperatie. Nou, dat is niet echt niks. Dat is een pittige operatie geweest. Toen hebben we voortdurend, en dat was voor Aniel helemaal een crime om zelf te bidden wat Gods wil is. Want ja, hoe weet je nou wat Gods wil is? Voortdurend gevraagd aan God, wat wilt u? En elke keer weer kreeg ik deze tekst. Ik geef raad, mijn oog is op u. En elke keer konden we weer een stapje verder. En elke keer zei het AMC van ja, we gaan weer een stap verder in het onderzoek. God heeft ons wonderlijk geleid. En wat ik jullie mee wil geven, dat is dat God een God van wonderen is. Dat hebben wij in ons leven meegemaakt. Maar als Arjen met IGM naar de Filipijnen gaat en daar worden 333 slaven bevrijd, of als er één seksslavinnetje wordt bevrijd, ook dat is een wonder. God heeft ons allemaal persoonlijk op het oog. En God die gaat met ons allemaal op onze manier een weg. En dat is soms een hele moeilijke en hele zware weg. Maar hij houdt ons vast. En ik denk dat wij ons daaraan vast mogen houden. En ik vind het zo mooi ook als jij daar staat te zingen over Gods poort die wijd open staat. We staan er allemaal, mogen we binnengaan als wij naar Jezus vluchten. Dat zijn zomaar een paar woorden van mij. Ik wil Alex naar voren vragen. Alex, wil jij... Ik moet even een microfoon pakken. We gaan even omhoog. Alex die komt al een poosje op de jongerenavond. Hij zei vanmiddag nog, of gisteren toen ik hem belde nog, dat hij het echt heel, heel jammer vindt dat we gaan stoppen. Maar helaas gaan we stoppen. Alex die heeft mij een keer verteld dat de jongerenavonden heel sterk hebben bijgedragen aan dat jij God hebt ontmoet. En mijn vraag is, zou je daar wat over willen vertellen aan de zaal? Ja, zal ik proberen te doen. Doet hij het? Ja. Mooi. Ik ben reformatorisch opgevoed. En eerst PKN en daarna hersteld hervormd. En die keuze hadden wij bewust gemaakt. We dachten dat we het allerbeste keuze gemaakt hadden. En we hadden dus veel, we waren veel aan het... Eigenlijk dat kwam ik, ben ik later achtergekomen dat we heel veel aan het oordelen waren over andere mensen. En daar ben ik heel dankbaar voor dat God, dat God me daarvan bevrijd heeft. Dat ik niet meer hoef te oordelen over anderen, want dat, dat geeft vrijheid. En wij zijn begonnen met pleegzorg. We hebben zelf geen kinderen. Als je gaat trouwen, dan denkt iedereen vanzelfsprekend, we krijgen kindertjes. En als je dan in je omgeving hoort dat ze nog geen half jaar geleden getrouwd zijn en ze zijn al in verwachting, dan denk je van, het lijkt me dus op iedereen dat vanzelf gaat. Maar bij ons ging dat dus niet vanzelf. We hebben een paar trajecten gedaan en ik heb al tegen mijn vrouw gezegd van, kinderen zijn is, als we ze krijgen dan zijn we daar dankbaar voor en dan zal ik ze met liefde ontvangen. Maar als we ze niet krijgen dan vind ik dat ook goed. En is voor een man natuurlijk nog weer anders dan voor een vrouw. Uiteindelijk zijn we gestopt met ziekenhuisbehandelingen. En toen zijn wij overgegaan op pleegzorg. En dat is een beetje gekomen vanuit ons netwerk. We hadden iemand in ons netwerk die niet thuis kon wonen. Die heeft een tijdje bij ons gewoond en die is ook weer weggegaan. En toen, dat was een jongen van 16. Ja, dan denk je ook van, hoe moet ik dat dan doen? En toen uiteindelijk hebben wij twee kinderen gekregen die ook in een reformatorisch gezin kwamen. En ik zal er geen namen noemen of bijzonderheden over zeggen. Maar in ieder geval, het was wel een gezin, zeg maar, die uiterlijk heel erg reformatorisch waren. Echt heel erg reformatorisch. uiterlijk, hè? En... Nou, hij vraagt hoe dat eruit ziet. Nou, dat bedoel ik alleen maar uiterlijk. Hè? We zien er netjes uit en we gaan zondags naar de kerk. En God moet ons bekeren. Zo'n houding. En die had ik zelf ook. En want ik dacht ook van hè? God moet mij bekeren. En dan zie je dus heel veel dingen zoals het niet gaat. En dan ga je eigenlijk nadenken. Ik was eerst heel sceptisch op jij daar altijd, want dat was allemaal te evangelisch. En ik...
ik wil nog ergens God voor danken. Dat ik deze muziek, zoals hier vanavond, ook mooi mag vinden. Want ik vond het vroeger niet mooi. En er zitten waarschijnlijk mensen ook hier in deze zaal die denken van... jongen, de drumstijl, dat kan niet. Ja? Maar ik ben heel blij dat ik dat nou mooi mag vinden. Maar het ging wel supermooi. Dank je wel. Ik ga het steeds meer waarderen. Doet hij het? Ja. Maar even, Alex, jij zegt... Ja, maar ik zal je... Ja, zeg maar, je wil... Nou, mijn vraag is... Je zegt eerst... had ik allerlei vooroordelen over jij daar en een drumstel. Maar je bent hier, je staat hier voor op het podium. Je hebt genoten van beide muziekteams. Ja. Nou, hoe komt dat zo? Ik zal even kort, want ik ben ook lang van stof, kan het soms zijn. Sorry, ik probeer daarvoor je in te korten. Maar, want iedereen wil natuurlijk graag naar huis. Ik leerde hier zeg maar echt... ik heb een jijderavond in Apeldoorn meegemaakt. En dat was hoop op de puinhoop. Ik heb hem gisteren nog even teruggeluisterd. Ja, en toen kwam ik thuis. En toen stonden we na te praten met twee mannen die er ook naartoe gingen. En het kwam eigenlijk erop neer dat... dat ik dus mijn zonde voor God mocht beleiden. En dat het dan erop aankomt, wanneer je dat doet, dat je dan mag geloven dat je zonden vergeven zijn. En dat is iets heel bijzonders. En dat heb ik gedaan. Mijn vrouw lag op bed. En ik ben in de kamer op mijn knieën gegaan. En ik heb mijn zonde voor God beleden. En tevens gevraagd, van, wilt u mij de vrijheid geven dat ik het mag geloven dat ze vergeven zijn? En die kreeg ik. Ik was heel erg blij. En God alle eer daarvoor. En wij hadden dus twee pleegkinderen gehad. Die mochten gelukkig weer naar huis voor die twee kinderen. Dat is heel fijn. Uh-huh. Maar daarna kregen wij twee nieuwe, jongere pleegkinderen... die niet christelijk opgevoed waren. En kom je van het een in het ander. Hè, ja, van het, maar ik ga je even onderbreken, Alex, omwille van de tijd. Uh-huh. Zou jij aan ons kunnen vertellen wie de Heer Jezus voor jou is? Dus onze zaligmaker, onze redder. Hij is mijn alles. En ik wil echt... vroeger dacht ik dat het niet stoer was om te geloven of te bidden. Maar dat gaat ook allemaal weg. Zo fijn is dat. Dat je gewoon je niet meer hoeft te schamen, zeg maar, om te geloven. Dat is echt een groot wonder. En jij daar, die heeft mij vooral... Dat vond ik het heel mooi. Ik ga nog steeds zondags naar de herstelde vorm de kerk. Maar ik ga ook naar een geloofsgemeenschap. Dus ik ga zondags naar twee verschillende diensten. Omdat ik heb in de ene nog broeders en zusters waar ik ook mee kan praten. Met die andere word ik wat meer blijheid. Ik had ze nog uitgenodigd om Joke Buijs en Arjen ook uit te nodigen daar. Maar ja... Ja, jij daar, die heeft mij... ik vind het echt heel jammer dat het hier stopt. Ik vind het ook eigenlijk stom. Ja. Vind ik ook. Ja. Ik hoop ook dat we dan misschien zonder jij daar misschien iets door kunnen zetten. Dat hoop ik eigenlijk wel, maar... Wie weet, kom met een goed maar, idee. Want ik weet dat er hier nou ook in de zaal mensen zitten die eigenlijk misschien wel voor het eerst hier waren. Ik heb... twee bekenden gesproken vandaag, drie bekenden. En daarom vind ik het extra spijtig dat het nou stopt. Hè? Ja. Hun vonden het misschien vanavond erg mooi. Maar alle uitzendingen zijn op de website terug te kijken. Ik ga je onderbreken. Ik vind het mooi dat je een reclamepraatje houdt voor jij. Dat moet je ook zeker doen. En dat mag je straks ook nog even doen. Ik wil je bedanken voor wat je verteld hebt, gedeeld hebt met ons. En hoe, op wat voor manier jij daar in jouw leven een rol heeft gespeeld. Ja. Hoop op de puinhoop. Dat is voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Dank je wel. Ja, dat is goed. Ik wil het muziekteam... Ik wil het muziekteam naar voren vragen. Dat doen ze al. We gaan twee liederen zingen met elkaar. En daarna is er nog een soort van een bijzondere afsluiting. Mocht je zeggen van ja, ik moet echt mijn trein halen of hoe naar huis. Sluip weg, want het wordt wel wat laat. Dus mijn excuus daarvoor. Maar we gaan eerst nog met elkaar wat zingen. Thank you.
gaan afsluiten. Maar dat laten we niet zomaar voorbij gaan. Dit is echt helaas, helaas, helaas de laatste jongerenavond. Wat we willen gaan doen nu, wat ik wil gaan doen nu, is vragen of alle vrijwilligers naar voren willen komen. En ik weet dat er altijd een paar mopperen, want die durven niet op het podium te staan. Maar ik wil vragen of jullie allemaal naar voren willen komen. Dankjewel. Gaan we hier op de toppen staan, met z'n allen. Het blijft maar stromen, hè? Komen er daar uit van boven nog een paar aanlopen? Heel goed, heel goed. Ik heb ze niet geteld. Er zijn er zelfs nog een paar niet. Maar dit team, dat is echt goud waard. Dat is ongelooflijk. Deze gasten hebben vanavond, en niet alleen vanavond, maar maand in, maand uit, jaar in, jaar uit, hebben zij een avond georganiseerd. Ik heb vanmorgen zitten rekenen. Een aantal echte oudgedienden die doen het voor de 67ste keer vanavond. 67ste keer dat ze een jij daar avond organiseren. Dat betekent concreet dat je om 4:30, 5:00 hier bent. Opbouwen. Vroeger was het nog iets eenvoudiger opbouwen, maar sinds de grote vrachtwagen er is, is het nog veel meer werk. 4:30, 5:00 hier opbouwen, 7:30 starten, 11:30 afbreken en nou, hard fietsen om 12:00 thuis te zijn. Dat is een werkdag in principe. Dat is ongelooflijk. Dus ik vind het heel bijzonder om jullie hier te zien en om afscheid van jullie te moeten nemen. Dat gaat me echt aan het hart. Dat vind ik echt heel moeilijk. Maar het is zo. We gaan afsluiten. Sorry. Ik vind het stom. Ik wil aansluiten bij de woorden die Arjen met ons gedeeld heeft. Wij hebben als vrijwilligers heel veel opgezet, gebouwd, gesjouwd. Allerlei dingen gedaan. En tegelijkertijd hoor ik heel vaak van jullie van joh, ik doe het omdat ik elke keer zo'n geweldige avond heb. En ik elke keer weer Gods woord hoor. En daarom ben ik hier. En daarom organiseer ik deze avond. Dus naast dat jullie heel veel gegeven hebben, hebben jullie heel veel teruggehad. En tegelijkertijd wil ik aansluiten bij datgene wat Arjen zei. Hè, we hebben veel gekregen en nu. Onze verantwoordelijkheid is om te gaan delen, om te gaan staan voor gerechtigheid. Om datgene wat we gehoord hebben, het woord wat we elke keer weer gekregen hebben, om dat te gaan delen met andere mensen. En ik wil daar op aansluitend wat lezen uit Gods woord. Ik lees een stukje uit Matteüs 5 vanaf vers 13. En dat kan niet op de beamen, want de mensen van de beamen die zijn hier. Sorry. Luister maar goed. Wat ik met jullie wil lezen is Matteüs 5 vanaf vers 13. En daarboven staat het zout van de aarde en het licht van de kandelaar. U, jij, jullie, en dat geldt ook voor jullie, zijn het licht van de wereld, van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U, jij, jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. En dat is denk ik ook hier die op deze avond zijn geweest. Het licht hebben we gezien van God. Laat jullie licht schijnen voor de mensen. Straks als we naar huis gaan en als de volgende maand geen jij daar meer is, laat je licht schijnen voor de mensen, dat zij jullie goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. En dat is wat ik jullie, maar dat geldt ook voor jullie, meegeef als we straks naar huis gaan, dat de goede werken die wij gezien hebben, dat die tot eer van onze hemelse Vader mogen zijn. Ik wil hiermee jullie echt hartelijk bedanken. Heb ik net al stiekem verklapt aan jullie. Nee, heb ik niet verklapt aan jullie volgens mij. Jullie zouden nog wat van me krijgen. Maar voordat jullie naar huis gaan, moet je me even een hand geven. En dan krijg je van mij een cd die Joke Buijs heeft gemaakt. Krijgen jullie allemaal van ons. Niet van ons, maar van jij daar. Dus een beetje van ons. Dus voordat jullie naar huis gaan, graag die cd bij mij ophalen. Wat ik wil voorstellen is dat wij met elkaar de zaal een lied toezingen. Als het goed is, heeft die muziekgroep die ingestudeerd. En daarna wil ik vragen of de zaal onze lied toezingt. Ons,
ons als vrijwilligers een lied toezingt. En ik geloof dat Evert ook nog even wat wilde zeggen. Klopt dat? Ja. Laten we met elkaar nog een lied zingen. En ik hoop dat u wel op de beamer komt. Zit er niet. Oh, dan gaan we hem zingen. Wel handig als we nog een beroep kunnen doen op de projectie. Ja. Want ik wil best een poging wagen om dat lied te... Waar, hoe, wat? Oh, waar dan? Oh, kijk nou, jongens. Yes. Heel goed. Nou, dat was het lied. En jullie kennen hem ook spelen, hoop ik. Nou, ja, laten we staan en laten we het toezingen. En ik sta maar te bedenken, een aantal vrijwilligers is er niet eens. Dus die houden we dan in gedachten. Er zit volgens mij eentje zelfs in Denemarken. Dus met gedachten ook aan hen bidden we een zegen voor ze. Oh ja, en nog één ding. Maar dat is even technisch. Eigenlijk vind ik het eigenlijk mooier als wij niet gaan lopen. Oh. Oh. Hoi. Zo. Misschien is het wel mooi, maar dan moeten we dus eventjes nadenken op de late avond. Dat we niet doodleuk een zegen over onszelf gaan lopen zingen. Dat is helemaal niks mis mee, dat mag best. Maar ik zou het wel mooi vinden als we even ons hoofd erbij houden. En dus zegen hen al goede, neem hen in uw hoede. Enzovoort. Ja, zullen we het zo doen? Dat lijkt me wel mooi. Mag ik het aan? Als je nog even willen blijven staan.
ik mag natuurlijk een stom besluit uitleggen. Nee, namens bestuur van Stichting Jij Daar moet ik vertellen, wij vinden het ook heel jammer om te stoppen. Met heel veel van jullie mocht ik, volgens mij najaar 2011, ja, mocht ik beginnen hier in dit gebouw in de andere aula. En als Jij Daar beginnen we liever nieuwe avonden. Overal in het land, we beginnen veel liever nieuwe avonden in plaats van stoppen. En het is ook veel makkelijker. Maar weet je wat de gedrevenheid deze mensen hebben? Als Stichting Jij Daar weten we ons geroepen om in bijzonder de jongeren van Reformatorisch Nederland de liefde van de Heer Jezus te laten zien. Weet je hoeveel jongeren er hier op deze stoelen de genade van de Heer Jezus hebben leren kennen? Onvoorstelbaar. Hier is het Koninkrijk van God uitgebreid. En ik wil jullie een boodschap meegeven, in aansluiting op Arjen. Als je bij het Koninkrijk van de Heer Jezus mag gaan horen, als je hem hier hebt leren kennen, luister naar zijn stem. Volg hem. Zoek zijn gerechtigheid. Ga zijn weg. Doe goede werken geleid door de Heilige Geest. En ik wil ook tegen jou zeggen, als je de Heer Jezus niet hebt aangenomen als je verlosser. En ik wil het zeggen tegen de hele regio Kampen. Tegen Meppel en Nunspeet. WU Nunspeet. WU Meppel. WU Noordoostpolder. Als in Tyrus en Sidon zoveel jijderavonden belegd waren als hier, en heeft zich niet bekeerd, het zal hen verdraaglijker zijn. Dat is de boodschap die we als Jij Daar mogen brengen. De boodschap van Jezus Christus. Levensgroot van genade. Maar keihard. Geweldig dat jullie als team al die tijd je hebben in mogen spannen. En er zijn er verschillende die zijn niet zoveel die ook nog op andere avonden lopen. Maar daar ben je natuurlijk van harte welkom. En Renier, jij staat hier je vrijwilligers te bedanken. Namens bestuur hebben we een klein bedankje voor jou en voor Maarten. Die is voor jou. Die is voor Maarten. Jan Frank, ik weet niet, ben je nog in de zaal? Is Jan Frank naar huis? Sorry. Die is ooit samen met Renier hier begonnen. Die hele grote kerel. Beetje autistisch, vandaar dat alles perfect werkt hier. En dat iedereen gedrild is. Ik wil jullie als vrijwilligers, wil ik jullie een tekst meegeven waar we vanmorgen mee begonnen. Janneke en ik stonden daarmee op. En dat is Jesaja 41 vers 14. Ik help u, spreekt de Heer. Bij al jullie werk wat jullie doen, in de weg achter de Heer Jezus aan. Ik help u, spreekt de Heer. Zullen we deze avond afsluiten met gebed? En dan wil ik meteen God danken voor deze mooie mensen en voor alles wat wij als Stichting Jij Daar hier hebben mogen doen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, zo mogen we bij u komen. Deze laatste Jij Daar avond Kampen. En we willen u danken voor deze mensen hier. Voor dit team wat hier al die jaren gebouwd, gesjouwd heeft. Renier heeft net eens gezegd wat het betekent om dit werk te doen. Ook de strijd die er altijd is in ons werk. Hoeveel er omheen komt kijken, hoeveel er over je heen komt. Heer, maar we mochten stralen van uw genade. U heeft uw genade hier laten zien. U heeft laten zien wie uw Zoon Jezus Christus is. Hier is al die avonden uw onderwijs geweest. Uw woord heeft hier geklonken. En Heere God, al dat werk mogen we in uw handen teruggeven. Want u laat niet los wat uw hand begon. Ga door met iedereen die hier geweest is, die uw Zoon Jezus Christus als verlosser heeft leren kennen. Ga door met iedereen die uw Zoon al kende, die uw genade al kende, die mag wandelen en die hier onderwijs mag ontvangen. Heere, ga door. Heere, breek. Hier in de hele regio willen we alle kerkmensen bij u brengen. Die vastzitten in systemen. Die vastzitten en uw genade niet kennen. Uw Zoon niet als verlosser accepteren. Heere, we mogen deze regio aan u opdragen. Ook alle activiteiten die wel opgezet zijn hier in de omgeving. Heere, we willen zo dit gedeelte van Nederland bij u brengen. Voor ze bidden. Heren, giet uw genade uit. Als stromen van levend water. Over de Noordoostpolder. Over Staphorst. Over Nunspeet. In de hele regio.
Heren, zo mogen we aan het einde van deze avond alles in uw handen leggen. Geprezen zij uw grote naam. Halleluja. In de naam van Jezus bidden en danken wij u dit. Amen. Laten we deze avond afsluiten met het lied 10.000 redenen te zingen. Want ik denk dat God alle dankbaarheid toekomt. Het moment is daar, het einde, maar wij stoppen niet, wij zingen waar dan ook vrolijk door van de grote goedheid en de genade van de Heer Jezus Christus. Joke en alle die bij je horen, ik noem iedere keer Joke alleen maar en jullie denken weer, waarom noemt hij onze naam niet? Nou, dat komt omdat ik hem niet even heb gevraagd, maar vergeef het me, dank dat jullie er allemaal waren en Joke hielp om te zingen voor ons. Fijn, dankjewel.
Reinier gaat jullie zelf nog bedanken met een prachtig bosje bloemen, zie ik. Arjen, jij ook ontzettend bedankt voor alles wat je hebt betekend hier zo ook vanavond. De boodschap die je hebt gebracht, het werk wat je voor ICGM mag doen. En hoe je ons ook hebt geïnspireerd en gemotiveerd om te leven voor gerechtigheid in de dubbele zin van het woord. Schitterend, dankjewel. En ja, dat ik jullie en alle techniek en zo ook bedank als gastheer, dat is overvloedig, hè. Dat is helder. Dank voor alles wat jullie hebben gedaan en gezegd. Volgens mij was dat het slotwoord, Reinier. Toch? Ja. Ja. Die ben ik net vergeten. Oh, dat was ik toch niet, hoop ik? Die ben ik net vergeten. Ik heb nog een bos bloemen. Als dank voor Arjen. Oh. kijk die gewoon heel nonchalant zo naar achter. Zo van zo over mijn achterbuurman zijn. Dat je er wil zijn. God zegen gewenst. Yes, bedankt. Ik geef jou een bos bloemen. Oh, dan krijg je niet zo'n ding van de berg. Dit is nou volgens mij de laatste. Nog één lied voor vrijdag. We komen toch niet meer voor 12 thuis. En dat is, wat voor lied zullen we doen? Eén lied die we allemaal kennen. Glorie aan God. Ik hoor glorie aan God. Dat gaat goed komen. Glorie aan God. En ondertussen gaat de techniek al een klein beetje afbouwen, want we moeten echt heel rap het gebouw uit. Hey, fijn dat jullie er allemaal waren. Er zijn gelukkig nog heel veel andere jijdenavonden. Zoek ze een keertje op. Veel zegen op de plek waar de Heer je gesteld heeft. Tot ziens.